Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Mijn naam is Jetske en op dit kanaal deel ik video's over hoe leuk, gezond en plantaardig leven is. Dit keer heb ik eigenlijk een andere soort challenge. Ik ga namelijk de 30 Days Act Like a Millionaire Challenge doen. Nou, ik kan heel goed begrijpen dat dit heel veel vragen en weerstand met zich meebrengt. En daarom is ook deze allereerste video. Hierin geef ik heel veel disclaimers en beantwoord ik de vragen waarvan ik denk dat ik ze ga krijgen op deze challenge. Maar daarnaast laat ik ook mijn boodschappen zien. Want ja, een miljonair moet natuurlijk wel even goede dingen in huis halen. Dus wat ik in huis heb gehaald, dat zie je hierna. Maar eerst, waarom deze challenge? Dat heeft er eigenlijk mee te maken. Ik zag een TikTok video. Ik zal die even hier plaatsen. Dat is over een meisje en die deed de Act Like a Millionaire Challenge. En dit soort dingen triggeren mij altijd enorm. Want zeker het afgelopen jaar ben ik heel erg bezig geweest met mijn eigen money mindset. Misschien heb je er wel meer mensen over gehoord. Misschien vind je het allemaal de grootste onzin. Maar ik geloof heel erg dat een gezonde money mindset ook zeker te maken heeft met een gezonde relatie met geld. Want voor mij is gezondheid niet alleen maar groente en fruit eten en meer bewegen. Voor mij gaat het ook om financieel gezond zijn, lichamelijk gezond zijn, geestelijk gezond zijn, financieel gezond zijn. Gewoon op alle vlakken in mijn leven gezond zijn. Dit is ook de reden waarom ik deze challenge doe. Waarom een miljonair? Kijk, als jij dit soort dingen uitspreekt, zoals ik wil miljonair zijn of ik wil lekker veel geld verdienen, brengt dat heel veel weerstand met zich mee. Want je gezondheid is toch het allerbelangrijkste. Liefde is toch belangrijk? Ja, 100% ja. Maar als ik één ding heb geleerd in het afgelopen jaar, is dat alles geld is. En met geld kan je alles doen. Want heel veel mensen denken, je gezondheid is belangrijk. Ja, maar met alle respect, zonder geld zat ik hier nu niet. Ik heb een hartafwijking. Maar doordat wij een zorg hebben, een zorgsysteem hebben, tuurlijk. Mijn ouders hebben niet de operatie zelf betaald. Dat heeft de overheid betaald. Maar wij betalen mee aan de hand van onze zorgverzekering. Aan de hand van onze eigen risico. Dat is allemaal geld. Gezondheid is geld. Dus zeker je gezondheid is belangrijk. Maar doordat ik geld heb, kan ik de keuze maken om veel groente en fruit te eten. En ik kan kiezen om een goede zorgverlener te krijgen. En ik kan naar een goed ziekenhuis gaan. Die keuzes heb ik allemaal doordat ik geld heb. En geld zit in alles. Het zit niet alleen maar in dikke Ferraris en in mooie kleren. Door geld hebben wij straatverlichting. Politieagenten op straat. Hebben wij veiligheid. Wonen wij in een veilig land. Door geld heb ik een dak boven mijn hoofd. Een goede fiets die mij overal heen brengt. Geen auto, maar goed, een goede fiets. Ik kan zoveel doen door geld. Ik kan mooie herinneringen maken. Ik kan mooie dingen beleven, nieuwe plekken ontdekken. En dat allemaal dankzij geld. Dus daar waar ik geld in eerste instantie zag als iets, nou ja, hè, wat je nodig had om te overleven. En nou ja, leuk als je er veel van hebt. Maar ja, al die mensen zijn allemaal asociaal en irritant. En hè, ben ik nu steeds meer gaan kijken en me gaan verdiepen in mensen die daadwerkelijk rijk zijn. En dat leven leven. En heb ik een heel ander beeld van geld gekregen. Kan ik het nu ook veel beter hebben als ik video's kijk van iemand die zegt, nou, ik heb hier een Chanel tas van 1500 euro voor 4K. Ik weet niet eens hoe duur het zo'n tas is. Maar goed, dan denk ik, ah, good for you, weet je. Heb je goed voor gewerkt? Lekker man. En dan zie ik heel veel comments. En daarom is deze challenge natuurlijk ook zo tricky. Van mensen met, ja, waarom moet je nou meteen weer het bedrag opnoemen? Er zijn hier mensen met honger en blablabla. En dat snap ik. Ik weet dat er heel veel armoede in de wereld is. Ik weet dat er heel veel inflatie in de wereld is. En nu ook in Nederland. Ik weet dat er heel veel hongersnood is. Weet je, er zijn in Nederland voedselbanken. Ik zie dat om mij heen. Maar ook juist daarom kan je dan weer iets doen voor een ander. En nee, daarvoor hoef je niet miljonair te zijn. Want ik hoor de comments ook alweer komen, waarom miljonair? Voor mij gaat het heel erg om financieel vrij zijn. Dat is toch wel
een doel. En wat betekent financieel vrij zijn voor mij? Dat betekent dat ik kan wonen en werken waar ik wil. En nou ja, nu sprak ik bijvoorbeeld in Oeganda uit naar Paul. Kon ik nog maar langer blijven? Als ik financieel vrij was geweest, had dat gewoon gekund. Dan had ik kunnen zeggen, nou, ik blijf nog even een maandje langer. Of hey, we gaan samen nu even nog naar Nederland, want het is lekker zomer. Of ik hoor van iedereen, het weer is nog niet zo gezellig. Oh, dan komen we in juni. Geen probleem. Dat is uiteindelijk mijn ultieme droom. En act like a millionaire backt gewoon lekker. Je zal me ook de komende periode wat vlogs zien maken. Ik wil elke dag een short plaatsen met een mini-vlogje. En daarin zal ik het ook een beetje voor de gein doen. Omdat ik deze challenge ook gewoon te leuk vind om te doen. En voor mij gaat het heel erg deze challenge om nog beter om te gaan met mijn money mindset. Want die is nog steeds niet overal waar ik zou willen dat die was. Omdat ik soms toch nog in paniek raak van sommige rekeningen. Van sommige bedragen, van, nou ja, van wat er wel of niet gaat komen. Dat wil ik heel graag loslaten, want dat is voor mij ook financiële gezondheid. Ik ben al zo dankbaar dat, nou ja, nu heb ik, omdat ik een eigen bedrijf heb, ook belasting moeten betalen. En ik was zo dankbaar dat ik gewoon die rekening kreeg en dat ik dacht, die betaal ik even. En het voelde gewoon prima. Sterker nog, ik was echt een beetje trots op mezelf. Dat ik dacht, yes! Ik heb nu een rekening. Het is veel wat erop staat. Jullie mogen het weten, de eerste rekening was 2000 euro. Dat is veel. Ik kan het betalen. En dan ben ik er zo dankbaar voor. En weet je wat nog het leuke is? Ik ken namelijk ook nog de periode dat ik allemaal, nou ja, subsidies kreeg van de overheid. Huursubsidies, zorgtoeslag. Ja, zorgtoeslag heette dat. In mijn studententijd heb ik studiefinanciering gekregen. Ik heb uiteindelijk 1 jaar daarvan hoeven terugbetalen. Ook heel dankbaar voor dat ik natuurlijk ook nog een gift was toentertijd. Zo oud ben ik al. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik heel erg bewust van ben. Maar ik heb ook die periode gekend dat ik altijd een stukje maand over had aan het eind van mijn salaris. Dus het feit dat ik nu zo'n rekening kan betalen, voelde voor mij al zo'n grote stap. En dacht ik, ja, jeetje, laat dit geld inderdaad nu maar komen naar mensen die het nodig hebben. Ik gun dan ook iedereen die zo'n subsidie nodig heeft, gun ik dat ook gewoon. Dat ik denk, nou, prima, hier heb jij je 2k. Ik hoop dat dat goed terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. En nu hoor ik vast mensen zeggen, nou, de belastingdienst, blablabla. Iedereen praat ook altijd heel negatief over de belastingdienst. Ik denk dat we daar ook een keer mee op mogen houden. Ik weet natuurlijk die hele affaire, dat gaan we niet dat we daar boven gaan. Maar hoe mooi, ja, dat komt ook door Oeganda hoor, maar hoe mooi is ons systeem? Ik zal nooit meer vergeten, even heel snel terug in de tijd, 2014, ik kwam terug, allereerste keer Oeganda. En toen had ik net allemaal meegemaakt hoe het daar allemaal ging. En toen kwam er een brief van de Belastingdienst van mij dat, nou ja, in 2012 of zo had ik een keer te veel betaald of niet te weinig gekregen. Ik heb geen idee. Ik kreeg nog 200 euro terug van de Belastingdienst van 5 jaar geleden. En toen dacht ik, wow, huh? En toen zei mijn moeder ook, hoe fijn is ons systeem dat jij nu nog met terugwerkende kracht 200 euro krijgt. Ja, dat zijn zulke mooie. Ik ben daar zo dankbaar voor. En eigenlijk ben ik heel dankbaar ook dat ik belasting mag betalen. En dat het ook weer, als je minder verdient, dat je het ook weer terugkrijgt. En ja, ik vind dat echt een mooi systeem en ik ben er heel dankbaar voor. En dat is één van de dingen die ik al in het afgelopen jaar heb veranderd. Dat ik ineens dacht, wow, vet man, ik mag belasting betalen. Nou, dat had ik nooit verwacht dat ik daar dankbaar voor zou zijn. Dat ik belasting mag betalen. Als student was ik heel dankbaar dat ik belasting terugkreeg. En nu ben ik dankbaar dat ik het mag betalen, want zoveel verdien ik dus. Mocht je mee willen doen met deze challenge, het gaat vooral om je mindset. Je mindset veranderen rondom geld. En het gaat niet zozeer om, we gaan nu met z'n allen veel te veel geld uitgeven en boven het budget leven en ons compleet in de schulden werken. Want dat is niet hoe een goede money mindset is. Ik hoop dat ik een beetje heb uitgelegd waarom deze challenge en hoe belangrijk een gezonde money mindset is. En dat het oké is om miljonair te willen zijn en miljonair te mogen zijn. Iedereen wil financieel vrij zijn, denk ik. Want voor de mensen die zeggen geld maakt niet gelukkig. Geluk zit in jezelf, maar geld zorgen maakt zeker ongelukkig. En geeft stress. En geeft slapeloze nachten.
Been there, done that. En dat is iets waarvan ik altijd denk, ja, dus geld maakt wel gelukkig. Want doordat je weet dat je geld hebt, slaap je goed. Je ligt niet wakker van een rekening van de Belastingdienst of whatsoever. Je raakt niet compleet in paniek als een bepaald apparaat in je huis kapot gaat. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind om mee te geven. Het gaat mij niet om in een dikke Lamborghini te rijden en een jacht te hebben en 7 Chanel tassen, whatever, voor tassen. Het gaat mij erom dat ik financieel vrij ben, dat ik kan leven hoe ik wil leven. Call me crazy, vind dit een belachelijke challenge, maar ik ga 30 jaar lang acting like a millionaire en verwacht ik dat ik miljonair word na die 30 dagen? Nee, maar wat ik vooral hoop is dat ik met jou een betere money mindset heb, dat we met elkaar open over geld kunnen praten. Ook over geldzorg, ook over schulden. Want ook dat is iets waar een taboe op ligt. Als er ergens een taboe op ligt in Nederland, is het wel geld. Praten over geld. Praten over hoeveel je verdient of hoe weinig je verdient. Of de schulden die je hebt. En voordat ik mijn boodschappen ga laten zien, wil ik jullie vandaag meteen een opdrachtje meegeven. Ik ga dat vaker in de video's doen. Ik wil niet elke dag zeggen. Maar mijn allereerste opdracht voor jullie is, en dat mag je eventueel in de comments plaatsen, waar ben jij dankbaar voor geld-wise gezien? Dus in mijn geval, ik ben dankbaar dat ik een hartstikke leuk huis heb. Dat ik een maand naar Oeganda heb kunnen gaan door geld. En dat ik binnenkort even een leuke activiteit kan doen met mijn zus, wat jullie woensdag zullen zien. Of dat ik, om even een mooi bruggetje te maken naar Jetske uit het verleden, ik was toen net geland in Nederland, was gisteren, naar Jetske in het verleden, die de boodschappen heeft gedaan. En dat ik dit gewoon vanuit Oeganda heb kunnen bestellen. En dat het maandag geleverd werd. Wat een service. Ook daar ben ik dankbaar voor. Dus laten we snel naar Jetske van de boodschappen gaan. Want anders wordt deze video veel te lang. Oké, goed, lieve mensen. Nou, hier is Jetske uit het verleden. Dankjewel, Jetske uit de toekomst. Ik ben een beetje brak. Ik heb ook een beetje trek. Dus ik ga proberen er gewoon even snel doorheen te gaan. En hopelijk maak ik geen fouten. Want na 30 dagen, nee, ik zeg dit verkeerd, na 40 dagen op een budget te hebben geleefd en meteen daarna 30 dagen naar Oeganda te zijn geweest, moeten er natuurlijk weer even voorraden worden aangevuld. Dus ik heb boodschappen gedaan. Als een miljonair. Nou, wat koopt miljonair Jetske dan allemaal? Die koopt biologische bananen. Die koopt een hele zak ui en paprika. 2 pakken sojamelk en 2 blikken tomatenblokjes. 2 blikken kokosmelk. Ik heb niet gelogen dat ik zei, de voorraden moeten weer worden aangevuld. Knefleuk. Oké. Nou, miljonair Jetske heeft ook aardbeien gekocht. Dat wist Jetske even niet meer. Kipstukjes. Sugar snaps. Verse blauwe bessen. Ik heb echt goede dingen gekocht. Een broccoli, aardappeltjes, yoghurt, kwark bedoel ik en nog meer kwark, 3 potjes kwark, tofu, tempeh. Hier ben ik heel benieuwd naar de plantaardige spicy drumsticks. Nu ik dit zie heb ik het idee dat ik dit een keer eerder heb gegeten. Nou, we zullen het zien. En een ratatata neemt natuurlijk ook gewoon witte asperges. Asperges zijn echt oprecht mijn lievelingsgroenten, maar ze zijn maar een kort deel van het jaar verkrijgbaar. Wat ik ga doen is nu voor even 2 dagen dit maken. Eigenlijk gewoon een AVG'tje. Met aardappeltjes, deze kipdingetjes en de asperges. Dat ga ik nu even eten. De shoplog is nog niet klaar, want ik verwacht ook een Pieterpot bestelling. En die zien jullie nu. Nou, lieve mensen, ik startte deze challenge. De Become a Millionaire Challenge. Om te kijken wat het allemaal met me kan doen. Ik heb gewoon een perspakketje gekregen. Ik ben een maand in Oeganda en ik krijg gewoon gratis de Green Delicious Green. Het is een kooktijdschrift. Volgens mij staat 100% vega. Dus volgens mij is het niet vegan, maar wel vega. Ik zal eens even kijken of ik hier een gelijk heb. Maar be healthy, kiwi, eat fruit daily. Nou, ben ik mee eens. Ik denk
Niels Pauw staat erop. Nou, Niels Pauw, als je dit ziet, dankjewel. Dankjewel dat ik dit heb gekregen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb helemaal zin om hieruit te koken. Ik heb bijna spijt dat ik nu al een boodschap heb besteld, gedaan. Oh, deze wortel. Cake. Kijk nou, met vijgen. Oh. En ik zie iets met chocola en dat is altijd goed in het leven. Tijd voor de Pieter Pot bestelling. Ja! Mijn Pieter Pot bestelling is er. Kleine disclaimer. Jetske uit Oeganda heeft dit besteld. Niet meer heel erg zeker wetende wat ze nog in huis had. Was dit slim? Ja. Was het leuk? Ja. Nou, wat heb ik dan gekocht? Havermout. Nou, daarvan wist ik zeker dat ik het nodig had. Deze was ik aan het twijfelen. Ik heb inderdaad nog een potje hiervan. Maar hey, noedels, daar heb je nooit genoeg van, zou ik zo zeggen. Oh, en ook pasta zie ik nu nog staan. Maar hey, ook voor pasta geldt hetzelfde. Je kan nooit te weinig pasta hebben in je leven. Oeh, daar heb ik zilvervliesrijst. Ik heb gewoon echt van die basics genomen waarvan ik dacht, als ik het heb, dan heb ik het. Maar ja, het stomme is, vervolgens ben ik volgens mij wel nu olie vergeten te kopen. En dat was wel echt op. Ik heb een superfood mix. Maar ik dacht, dat is lekker met mijn yoghurt en dan fruit. Oh, ik kan echt nu al verlangen naar mijn ontbijt morgenochtend. Ah, ik heb zeep. Die had ik nodig. Dankjewel, Jetske. Koffie. Oh, dit is een bathroom cleaning tab. Heb ik ook gekocht. Ik heb zo'n spuitbus ding en daar kunnen deze in. Oh joh. Dit is ook wel weer lekker, hè. Vergeet ik dus olie te kopen. En dan koop ik vervolgens wel vegan chocolate bite pinda's. Want die zijn namelijk gewoon essentieel in je leven. En zeewierchips met nootjes. Is ook een eerste levensbehoefte. Oh, maar je begrijpt dat ik hier nu even iets van moet eten. Waarom heb ik dit gekocht? Jetske, dit had je niet moeten doen. Oh, dit had ik wel moeten doen. I believe I can fly. Er zitten nog twee dingen in, namelijk dishwasher tabs. Nou, eigenlijk is het enige wat ik beter had kunnen kopen olie in plaats van deze dingen. Maar nou ja, niet in plaats van. We gaan niet liegen. Eigenlijk had ik beter olie kunnen kopen in plaats van pasta en noedels. Maar dit is mijn Pieter Pot bestelling. Ik ben er heel blij mee. En dit zijn dus de boodschappen voor de komende week voor mijn miljonairsweek. Vet excited. Ik heb heel veel zin in deze week. Ik moet nog even in een soort van mood komen. In de miljonairs mood. Ik ben nog niet helemaal. Ik ben nog een beetje jetlag. Maar ja, aan de andere kant. Hè, al die reizende miljonairs zijn natuurlijk ook gewoon een beetje gejetlagd. Van hun nacht vliegen. Want hey gozer, ik moest vannacht weer vliegen vanuit Oeganda. Je weet zelf. Hè, met je miljonairs lifestyle. Heb je ook wel eens jetlags? Ja, oh my god. Ik weet niet hoe lang ik mezelf kan serieus nemen in deze challenge. Goed, dit was Jetske uit het verleden. We zijn weer even bij Jetske in het heden. Ik hoop dat je dit een hele leuke video vond. Laat me dus even in de comments weten wat jij wil gaan doen. Nee. Laat me dus even in de comments weten waarom jij dankbaar bent voor geld. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen, te abonneren en de hele reis te vervolgen naar een betere money mindset en naar acting like a millionaire. Doei doei!